Yes, we zijn live bij de Voetbal en Zo podcast met Tutu en Donna, Jonas Berker en AZ-speler en jeugdinternational Zakaria Abouglel. Welkom. Dankjewel. Ja, je woont hier vlakbij. Ben je ook in Gorinchem geboren? Nee, ik ben inderdaad vlakbij, maar ik ben ook al geboren. Hey, en ik zag op Instagram dat je hard aan het trainen was. Hoe werkt zoiets? Krijg je van AZ schema's of doe je het zelf? Ja, ik heb een personal trainer cursie. Daar heb ik een programma gemaakt. Ook net AZ een programma gekregen die je moet volgen. En probeer ik me fit te houden, fit te blijven, zodat als het seizoen weer hervat wordt, ik me klaar sta. Hoe hoor je vanuit de club wanneer het seizoen weer gaat starten of krijgen jullie dingen mee? Nou ja, voor ons is het nog steeds een beetje onduidelijk, zoals de rest van Nederland eigenlijk. Weet jij nog niet heel veel. We wachten gewoon af. Want, op dit moment is het dat iedereen gezond is en blijft het belangrijkste zijn als voetballer. Ja. En hoe gaat het met zo'n personal trainer? Train je iedere dag in Zandam? Ja, bijna iedere dag. Natuurlijk heb je een paar rustdagen. Ja. Maar voor de rest, is dat een 1-op-1 training of met meerdere spelers? Zit je bij hem? Ja, meerdere spelers. Ook hier ook met Sammy Driessen. Ja. En Mauro zal staan ook van de jongens. En vanuit de club vandaan, wordt dat gecontroleerd of zeggen ze: jongens, blijf fit. Hou je conditie op peil. En ja, we wachten op Mark Rutte. We wachten op Mark Rutte voor overmorgen. 21ste gaat hij aangeven wat we gaan doen, of laatste jullie vrij? Nee, we hebben een app gekregen, en daar moest je inloggen. Jullie hebben zo'n Louis van Gaal app gekregen, wanneer je gaat slapen? Nee, niet slapen, maar de trainingsapp, die moet je starten wanneer een training begint. Daarmee weet je kilometers, hoe lang je hebt getraind, en daarmee moet je het programma afwerken. Dus ze kunnen precies zien hoeveel je traint. Maar zit je dan op een maandag, als het gewoon een normale week van het seizoen, niet deze coronacrisis, maar dat is wel interessant wat je zegt. Dus dan houden ze een app, maar zit je dan op maandag met de trainer, met Slot en zijn assistent, ga je daarover praten of hoe werkt dat? Nee, we hebben gewoon contact via de app. Mm-hmm. En voor de rest zet je die app gewoon aan, trainen en dan eind van de week heb je de uitslag van jouw team. Oké. Ja, dus ja, precies bij wie je wat doet. Dat is wel mooi. Precies. Nee, Zakaria, is heel bijzonder dat je hier bent. Ja, bijzonder. Ja, het is wel leuk. Want ik heb zelf gemerkt dat je een populaire sporter bent in Gorinchem. Er waren een aantal vragen. Nou, ik heb op Facebook gezet. Op Facebook gezet, nou, ik moest er 5 kiezen. Want er waren meer dan een stuk of 30. Dus dat zegt veel over je populariteit. Want je komt uit een sportersfamilie. Ik weet dat je ook je hebt nog op het Blauwe Maandag getraind. En dat was een talent. Bij waar? Bij Unitas. Die heeft jarenlang samen met Boetje voetbal. Ben je ook bij Unitas begonnen? Ja, ik ben 6 jaar geleden tijd bij Unitas begonnen. F5. F5. Ze zagen je talent in. Ik was nieuw, maar dat is echt voor mijn hoofd. Dus ik heb nog nooit bij voetbalclub getekend. We zijn begonnen bij F5. Dat was allemaal ballen, Zakaria geven en we winnen wel met 15-0. Ja, het ging best wel gemakkelijk. En ben je daar gescout ook? Ben je? Nee, F5, F1. Toen E1 werd ik volgens mij gescout, of bij de F1. Toen ging ik naar RKC nog. Liep ik stage bij de EE. Op een gegeven moment ging ze samenwerken met 02. Ja. Dus alle teams onder de D'tjes vielen weg. Dus ik moest ook terug. Heb ik weer terug gaan naar Rapting. Een jaartje bij Rapting gevoetbald. Bij Rapting gevoetbald? Hoe komt dat? Ja, ik zou eigenlijk niet echt precies weten, maar dat vind ik wel een. Rapt is nog niet bekend als een opleidings. Nee. Heb jij ook nog voetbald? Ik heb na 6 maanden voetbald bij Goof. Bij welke club heb ik dan niet gezeten? Ja. Nee, ja, wij moesten wel bij SW, dat was een feature. En wij gingen ook bij Rapt spelen.
Maar van Rapid ben je weer omhoog gegaan? Ja, ja, ik heb Rapid getraind. Mijn vader was trainer, waar ik kampioen geworden. En toen belde RKC Willem II weer op. Dat toen de D3 was. Met de stage. En dat gaat dan dat je 4 trainingen moet. Proeftrainingen. Ja, en dan 4 trainingen krijg je voor of je erbij bent. Waren er toen geen andere clubs? Of speelde niet dat je ergens anders heen kon? Of was het alleen maar Willem II? Nee, zover ik weet was het alleen RKC Willem II bestemd. Is dat ook, heeft Frenkie ook bij RKC Willem II gezeten? Of is dat een ja, goede combinatie? Nee, Frenkie ook. Okay. Frenkie en Julian Carlo, een Gokkumse jongen. Die vader speelt wel een belangrijke rol hè, in jouw keuzes. Zeker, Romano. Romano voetbalschool destijds ook elke zondag volgens mij. Toen ik wel Iritas nog zat in de En ik elke zondag bij Romano. Ja, maar het is voetenwerk. Techniek training, voetenwerk. Hij doet de wielcurve. Ja. Ja, hij had me volgens mij gelinkt bij RPC. Dus ik heb ook veel te danken. Oké, dat moet ik doen. En gebruik je nog zijn beweging af en toe als je spelen gaat krijgen. Zeker. Want de speler als Zakaria, ik vind het wel leuk, want ik hou wel van spelers als Zakaria, waarom? Creatieve jongens, die zie je niet meer vaak in het voetbal. Het moderne voetbal is het heel veel, hoe moet ik het netjes zeggen? Ja, heel veel tactische jongens en hij is een jongen die iemand kan passeren. Dus dat vind ik wel, dat is gewoon leuk om te zien, dat is ook mooi om te zien. Sowieso aanzetten met buitenspelers. Zeker, je hebt eigenlijk de pech dat je echt 3 goede aanvallers voor je hebt. Ja, pech ook dan. Ja, je leert er ook veel van. Zeker. Ja. Zeker. Hey, en Slot, iedereen heeft het echt over een Slot. Wij hebben de cursus TC3 in Den Bosch gedaan. Ja. Toen werd ons al verteld, toen was hij bij Cambuur assistent, dat je hem in de gaten moest houden. Ja. Merk je echt een verschil in trainingen van Slot en bijvoorbeeld van Bommel die je hebt gehad? Ja, ik wel. Ja? Wat is het grootste verschil? Ik vind onze trainer die zo sterk. Ja. Hij weet echt dat hij zegt wat we moeten doen. Trainingen ook. Dingen die in de wedstrijd voorkomen zijn allemaal getraind. Ja. Goede trainingsvormen. Is allemaal getraind? Geeft hij niet. Want als jij Idrissi, dan heb je jou, dan heb je Bouadou. Dan heb je Stef. Ja, maar je ziet echt die backs. Dat zijn 4 creatieve jongens. Opkomende backs elke keer. Maar geef hij niet de vrijheid van jongens? Ja, op een gegeven moment op een positie op het veld. En, natuurlijk heb je vrijheid als aanvaller. Vooral met spelers als Uzi, Kelvin en Mairo. Ja. Maar ik krijg ook veel dingen mee die we eventueel kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Uzi en Owen. Ja. Overlap altijd. Mm. Dat is ook wel. Ja, dat is bijna niet te verdedigen. Want als je zegt buiten. Dan moet je er helemaal mee. Vind je het moeilijk om terug te verdedigen? Vind je het lastig? Hoort erbij. Liever niet. Tuurlijk als aanvaller lief niet, maar ik heb er niet zoveel moeite mee. Zou jij dat tegen buitenspelers zeggen, Hans? Dat ze mee moeten verdedigen. Dat ze mee moeten verdedigen. Ja. Ze moeten toch hun energie bewaren voor andere acties. Soms mogen ze pokeren, maar je moet in betaald voelen met je mee. Ja. Dus als je des tegen hebt, natuurlijk. Kan je niet laten lopen. Nou, ik denk dat, nee, daar ben ik niet geheel mee eens. Want ik vind, een buitenspeler moet zijn kracht bewaren voor zijn actie. Tuurlijk moet hij tot een bepaald gebied meelopen, maar als hij tegen des staat en hij moet de hele dag tegen hem mee, ja. Nee, maar dat is het spel. Ja, want jullie hebben dit jaar ook gewoon 6 punten gepakt tegen Ajax, toch? Komt ja, dat vind ik gewoon uit. Twee keer gewonnen, ja. En dan moet je je plek loslaten. Het is niet dat daarbij zijn, maar een acht leven geleden. Op een gegeven moment wordt hij overgenomen. Maar ja, moet wel meer tegenwoordig. Want even terugkomen, je zegt Slot, je geeft vrijheid, maar bij PSV zat je een A1 met je paar. Ik denk Malen. Malen. Kato. Malen niet. Malen kwam toen nieuw van Arsenal naar Jong PSV. En dan ga ik ook niet bij. Maar dat zijn ook alleen maar creatieve jongens. Dat was ook idee voor tegenstanders van. Dat wil ik niet eens. Die moest back ook wel, Sadilek. Ja, hij was toen middenvelder. Ja. Hij was nu weer 18, maar hij ging vaak links weg. Een hele goede lichting waren ook kampioen geworden. Mm. Dat jaar. Dus, hey, en
Toen ben je naar, je bent naar AZ gegaan, daar heb je in de keukenkampioen divisie gespeeld. Nee, hij is natuurlijk op PSV nog debuut gemaakt. Debuut gemaakt. En volgens mij Champions League gespeeld? Of de... was net weg. Voorrondes was het toen nog. Ja. En in dat, in de voorrondes ben ik uiteindelijk, ik heb wel op de bank gezeten. Maar in de voorrondes ben ik uiteindelijk wel ver gemaakt. En wat is de reden dat je bij PSV weg bent gegaan? Ja, op een gegeven moment sloot ik aan bij de eerste. Ja. Ik heb mijn debuut al gemaakt, ze doen ervoor. Ja. Dat was iets wat een van mijn doelen waren. En ja, in het begin was het helemaal niet de bedoeling. Op een gegeven moment had de club zich gemeld, onder andere AZ. Ja. Bij PSV zat ik ook in een goede situatie, met goede vooruitzicht. Ja. Alleen het plan die we met AZ hebben gemaakt, ik heb mijn gevoel erg aan. En uiteindelijk heb ik gewoon de keuze gemaakt naar AZ. En tot nu toe... is geen slechte keuze. Is geen slechte keuze. Nee, wat ik wil weten is, hoe belangrijk is het voor jouw ontwikkeling om te spelen in de keukenkampioendivisie? Ja, we hadden gelukkig bij PSV dat we keukenkampioendivisie speelden. Dat ja, was tweedejaars aanspeling in de jong. Uiteindelijk ook de buurt gewoon bij het eerste. Maar dat je mag spelen in betaald voetbal is al een stap. Ja. Om ervaring te doen tegen... Het is heel anders dan onder 19. Oude mannen die vechten voor hun brood. Ja. Het is heel anders voetbal. In het begin was het ook een beetje zwaar en lastig om het te begrijpen. Ja. Op een gegeven moment dat ik het die weer draad te pakken dan... Ja. Dat was wel altijd een droom geweest, hè? Voor voetbal. Ja, zeker. Het is altijd een droom profvoetbal te worden. Niet, het doel was geen keukenkampioen. Nee. Maar uiteindelijk heb je dan wel een van je doelen bereikt door de keukenkampioen te spelen. Ja, je ziet de keukenkampioen divisie. Ik moet zeggen, ik heb zelf een aantal jaren terug ging een paar keer maar eens kijken. Toen was Frenkie de Jong natuurlijk die daar doorbrak. Donny van der Beek, nou, we zaten met keuzes. Ja. Toen tegen PSV. Toen moesten wij analyseren. Voor de keukenkampioen divisie was het nog met Rijn Vloed speelde bij PSV. Nee, ik weet niet. Jong PSV. Ja, was jong PSV. Je had Stam als trainer van Ajax. Ja, Stam als trainer van Ajax. En toen zei ik tegen Hans van Donny van der Beek. Ja, dat is toen al. Ik weet het allemaal van gisteren, dat was zo goed. Slim ook, hè? Ja, dat was zo slim. En toen zei ik wat tegen. En die gaat het heel ver hebben. Dus dat was, ja, het is altijd mooi om te zien. Nee, dankjewel. We hebben een aantal, we hadden vragen rechts opgesteld op Facebook, wat ik al zei. Nou, dat gaan we doen. Daarna doen we een paar dilemma's. Jurgen Klopp, Guardiola, vorige week hadden zij Jurgen Klopp gezet. Gelukkig dat ik wel weer lag zijn, want anders kon ik niet de straat lopen, want de rest pak ik aan de opgaan. Nee, de eerste vraag is eigenlijk, heb je een zaakwaarnemer of manager? Wat is van Ejoep? Ja, ik zit sinds het begin al bij Ali Doersen. Dat is dezelfde zaakwaarnemer als Frenkie de Jong? Ja. Oké, okay, als je naar Barcelona kan brengen, dan... Hij is zijn daar gebracht, toch? Ja, en wat doet Sergio voor jou? Want hij heeft eigenlijk dit een beetje in elkaar gezet dat hij hier aan tafel zit. Mm-hmm. Sergio is gewoon een vriend. Netjes. Leuk. Van Gijs van der Riel. Gijs, coördinator bij Unitas. Ik weet niet of je hem kent. Nee. Hij regelt de jeugdtrein. Gijs, die dus kijkt. Nou, hij vraagt hoe voelt het om altijd onder een vergrootglas te liggen? En je bent een voorbeeld voor de Gorkumse jongens. Of voel je dat zo? Of ik dat zo voel? Het is mooi, het is een eer. Ik voel het wel een beetje. Ik ben natuurlijk niet heel veel Gorkum. Ik heb nu ook AZ voetbal. Maar ja, dat is mooi. En onder een vergrootglas, ja, uiteindelijk hoort het bij het voetbal. Je raakt eraan gewend. Ja. Ik denk er niet echt aan of zo. Ik moet gewoon professioneel blijven. Er is niet een bepaalde druk als je Ajax 5 moet, hè? AZ, ja, Ajax is andere druk dan andere wedstrijden, maar dat hoort erbij. Het is ook niet. Het is ook mooi. Het is ook mooi om onder druk te spelen, toch? Ja, het is ook niet. Dat betekent dat je onder prijzen speelt. Is, ja. Je speelt ergens voor. Ja, dat is eigenlijk het mooiste, maar. Je staat toch onder druk. Kijk, heel veel mensen. Als wij hier in Oosterdijk spelen,
dan voel je al een bepaalde druk. Naast aan het stadion. Ja, als je Champions League speelt. Ja, nee. Ik hou van die druk, denk ik. Kijk, dat is het. Wacht even, vergrootglas is ook een beetje hoe je gevraagd wordt, wat je doet. Krijg je vanuit AZ ook nog mediatraining, of heb je dat gehad in jouw... We worden wel eens aangesproken, dat is aan de mediatraining. Beetje mediatraining? Toch niet van Bobo? Nee, slegers. Tijdens de AZ, ja, je moet gewoon professioneel gedragen en als er dingen gebeuren die niet horen, dan wordt dat aangegeven. Dan krijg ik wel eens steeds mee. Het is niet heel moeilijk. Zeggen ze ook iets over social media? Hoe je daarmee om moet gaan? Ja, natuurlijk, je moet weten wat je plaats, wat je niet plaats. Ja, gewoon slim blijven. Ja, klopt. Op zich is dat ook niet meer normaal. Ja, precies. Volgende vraag is van Abdelhafid Fijk. Nou, heb je wel eens de gedachte om te stoppen door cultuurverschillen in Nederland of invloed van buitenaf? Van vroeger, denk ik. Vanaf vroeger, of dacht je van, lekker voetballen. Hoe bedoel je? Nee, van, kijk, ik denk wat hij bedoelt, ik weet bijna zeker, is van als jij, als er wat in culturele zin gebeurt, dat kan, ook. Nee. En dat het invloed in, op jou hebt, op jouw voetbal. Een verkeerde jeugdvrienden, zoiets. Nee, maar ik denk, ja, nee. Dat kan ook. Ja, nee. Gewoon lekker voetballen, klaar. Lekker voetballen, dus. Ja, we werken nu en maak ook niet echt uit wat andere mensen kan vinden. Ja, goed zo. Ja, want je krijgt als profvoetballer, ja, wij ook als amateur trainers en voetballers, krijg je heel veel kritiek. Zeker kritiek, als het makkelijk zo is, maar geef. Ja, want die sites, voetbalzone, voetbalpremier en zo, lees je dat? Of is het van, natuurlijk zie je het wel eens voorbij komen, iets. Als het over jou gaat of je krijgt doorgestuurd, maar het doet niet echt wat met me. Zijn er al geruchten geweest dat je naar echt de top kan in Europa? Ja, voordat ik de transfer in AZ heb gemaakt, waren er meerdere clubs geïnteresseerd, die worden tot de top in Europa. Dat was echt zo, dat was gewoon echt zo. Ja, geen geruchten. Eentje. Ja, ik heb het wel, ik heb het gehoord in het gokkers. Ja, eentje was bijvoorbeeld Everton. Brands. Ja. Arsenal niet ook? Ja, het zijn meerdere clubs, maar... Is dat een droom, Premier League? Premier League is wel een van de competities waar je als voetballer aan voetballen. Ja. Of is het meer naar zijde toe? Nee. Spanje, Italië... Ik bedoel, Engeland is wel een van de competities waar je aan voetballen. Het is ook niet meer alleen fysiek in Engeland nu. Je ziet dat daar ook meer technische spelers. Ja, beter. Gelukkig, want anders... Dat is niet het voetbal wat hij voor gemaakt heeft, denk ik. Volgende vraag is wel leuk, hè? Want dat is van Mooie Andrea. Oké. Hij vraagt aan mij van. Hij heeft twee dingen gevraagd. Hij zegt, joh, als we schoolvoetbal moesten spelen, dan komen we altijd tot finale. En dan moesten we 3 jaar gaan trainen. Ja. En dan, dan verloren we. Ja, klopt. Schoolvoetbal vond ik altijd wel leuk. Maar natuurlijk. Die dagen van zoveel trainde ik bij ons RKC. Dus dan ging ik meteen van schoolvoetbal. Meestal was de finale dan net te laat. Dus dan smaakte ik alles mee. Smaakte ik wat dan. Was het ook alle ballen in Zapria zoeken? Ja, eigenlijk wel. Ja, mooiste. Ik vind het wel mooi, want Zaka heeft ook op de 2 maas gezeten. Daar heb ik ook op gezeten. Alleen wij kwamen ook tot finale. Jij won hem. Ja, ik heb niet gewonnen. We hadden heel goed team. Dus daar ben jij een... Nee, wij wonnen niet. En beneden bij de school hangt daar een prijzenkast. Ja. Maar... Het staat er niet in. Nee, het staat er niet in. Het staat er niet tussen. Nee, jammer. En ik moest nog vragen. Hij zegt, joh, ik heb hem eens een panna gegeven op schoolkap. Hij weet het nog. Jij weet het nog. Hij zegt het nog steeds. Oké, dat is... Hij vergeet het nooit. Hij weet het nog steeds. Hij weet het nog steeds. Ja, dat blijft voor voetbal zijn, hè? Nee, dat is mooi. Ja, mooi is een fanatieke trainer ook. Kijk, dat is goed. Zeker. Volgende vraag van de vrouwelijke fans. Ik zei al, ik heb veel vragen van de vrouwelijke fans. Mooi. Of je vriendinnen
Kijk, dus er zijn eigenlijk nog 5 deelnemers, dames, dus... Nee, daarbij, de focus is alleen op voetbal op dit moment. Ja, zeker. Op dit moment zit ik in een periode waar ik alles op mezelf behaal en dat is iets voor een later tijd. Ja, nee, zeker zo. Hey, en je hebt een Nike-contract, las ik. Hoe werkt zoiets? Benaderen de merken jou of kies je daaruit? Of? Ja, op een gegeven moment kwam ik bij mijn tweede kwam ik in het beeld van Nederlands Elftal onder 16. En ja, toen werd ik voor het eerst geselecteerd, meegedaan. Want dan meestal als je bij Nederlands Elftal bevalt, dan komen ze Nike, Adidas. Mm. Maar ik speel altijd al op Nike. Op Nike. Okay. Ik weet wel dat jij. Eerste keer dat ik echt goed van je hoorde over je talent was van een vriend van mij, Sander Shawi. Die zei tegen mij, joh, ga bij Atlas naar Kans Zuid. Ja, daar, toen hadden ze het over jou. Ja, dat moet, ik denk, 5 jaar geleden? Zoiets, 5-6 jaar geleden. Maar er is niemand van de bond toen bij jullie geweest. Ja, wel, we hebben wel eens wat gehoord. Maar Kans Zuid ook, ja. Ja, dat is nog gewoon alleen. Op dit moment speel ik voor de jeugd 11 op de graven. En op dit moment zie ik nog geen reden om in de keuze te maken. Maar dat was natuurlijk, als zoiets begint te spelen, ik denk dat voor de familie en ook voor jou en voor je naam. Je was 15 toen, dat je naam al ja, 15. Daar begon op te vallen. Dat moet toch wel een stuurman zijn geweest van ik uitmaak in ieder geval. Ja, zeker. Destijds speelde ik bij WL2. Ik was altijd nog een doel om een stap te gaan maken. Zo snel mogelijk of mijn debuut te maken bij het eerste of een transfer te maken naar een van de topclubs in Nederland. En natuurlijk, als je zoiets ziet, dat is alleen maar goed voor het vertrouwen. Alleen ik was natuurlijk nog wat te jong om een keuze te maken. Ja, maar in Idrissi, die speelt voor Marokko, toch? Ja. Even meer was bij Idrissi de vraag hoe het daar is om voor Marokko uit te komen. Ja, ik vraag het ook bijvoorbeeld aan Kelvin en Meijer ja. Over het Nederlands af. Ja. Is Kelvin nog geselecteerd, Lindbergh? Owen, doe je? Ja, Owen is wel geselecteerd. Nee, Owen, ja, hij staat bij het voorselectie, ja, nee, nu door corona is. Dat vind ik echt een feedback. Zeker voor spelen. Ja. Dat vind ik echt goed spelen. En Nederland heeft moet ook zo'n linksback hebben. Ja. Zeker voor goede spelen. Ja. Het is nu nog niet aan de orde, het is voor later. Ja. Nee, ik had nog een vraag over je familie. Komen ze vaak bij je kijken? Je ouders en je vader? En ja, mijn vader mist geen wedstrijd. Okay. Mijn broer ook meestal niet. Tenzij er bijzonderheden zijn. Ja. Hij voetbalt natuurlijk zelf ook. Ja, mijn moeder en de zusjes komen meestal op een zaterdag of vrijdag. Ja. Op zondag dan is het meestal laat, maar maandag op school. Oké. Okay. Is dat daar? En als je broer en vader een wedstrijd hebben gezien, je rijdt terug naar huis. Hoe zijn die gesprekken? Ja, ik niet aan je. Ja, is het wel mooi? Nee, ja, die verschilt per wedstrijd. Mijn vader sinds kennis van die geen wedstrijd vermist. Hmm. En, dus, ja, hij heeft er ook wel verstand van. Dus, ja, ik heb hem meegemaakt, dus ja. Hij is heel kritisch. Ja, hij is een zeer kritische politiek. Hmm. Dus ik heb veel gesprekken met hem gehad. Positief, negatief, dat hoort allemaal bij. Hij heeft het beste met je voor, dus ja, hij heeft geen reden om... Hij is eerlijk. Ja. Zeker. Hij is een voetballiefhebber, dat is belangrijk. Ik had een vraag, van, wat ik graag zou willen weten is, wie is de beste speler tegen wie je hebt gespeeld? Gewoon de meest lastige. Verdediger? Ja. Waarvan je echt dacht van... De lucht heb ik niet meegemaakt, maar als. Nee, de lucht heb ik niet gespeeld. Ja, best wel veel spelers gehad, maar. Ja. Ja, ik zag het niet. Dat is een goed teken, hè? Dat je hem lekker opnoemt, is een goed teken. En ook PSV, de trainer Dumfries? Dumfries heb ik wel eens hier gestaan. Hij zat meestal rechts, denk ik, rechts buiten, dus okay. Niet echt vaak. Ik zag trainingen niet tegen Owen, vaak. Dat is mooi. Ja, leuke duels. Dus ja, tot nu toe in wedstrijden kan ik niet echt iemand opnoemen die waarvan ik dacht. Kan ik niet vieze sterren. Ik echt helemaal niet zou kunnen doorroepen. Netjes. En ben je nog zelf? 120? Ja, nee, 20, 119, 117 EK.
tegen Engeland, tegen Duitsland. Natuurlijk goede spelers. Volgens mij ook veel die het, bijvoorbeeld Sancho heb ik tegen gespeeld, meer dan 5 keer, Foden. Allemaal goede spelers. Ja. Wie is de trainer van Nederland? Het is gevonden, dat niet? Eerst gevonden was onder 17, de 6 EK. Onder 9 had ik Maarten Stekelenburg. En nu Bert Kontermann. Dat was niet meer. Dat was goed. Fijn, toch? Ja, fijn. Willem 2 ook. Zeker. Ja, dat is wel een goed spelen. Ik pak een paar dilemmatjes. Ja, nou, voordat we dan komen, ik was wel benieuwd. Het regiovoetbal, volg je het? Hier in de Gorkum. Ja. Nee, toen ik nog bij Willem 2 voetbalde, vond ik het gewoon dat ik nog geen Gorkum sliep. Alleen sinds ik de stap heb gemaakt naar PSV, geen tijd om te volgen. Ja, voor de regio-nieuws, anders weinig? Niets, Kozakken Boys paarcontract ontbonden. Kozakken Boys paarcontract, hoop dat Rick binnenkort heel snel komt en ons gaat uitleggen. Want ja, het is nodig. Het was raar deze week, ja, verder wat ik wel verrassend vond was de. Dus dan gaan we ook even vragen hoe of wat. Maar voor de rest, ja, regio voetbal staat ook staat stil op dit moment. Nee, je kunstgrasveld gaat door. Dus gelukkig. Goed. En ik ben op zoek naar een spits, dus als je geen spits weet. Nee, dus ik kan wel een paar dilemma's doen. Ja, de eerste. Jurgen Klopp of Pep Guardiola. Voor mij is het... Ja. Toch? Ja. 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 Toch fanatiek. Ik denk voor mij, ja. Ja, type speler. Hij motiveert je echt. Als je naar hem kijkt naar de zijlijn. Ja, dan kan je wel van gemotiveerd aan. Als je kijkt naar een Mané, Salah, Firmino, dat zijn zo'n type mee ook eigenlijk. Wat vind je van trainers die langs de lijn constant aan het schreeuwen zijn en irritant. Soms is dat. Want Slot is super rustig altijd volgens mij. Ja, hij is altijd. En zijn assistent is die van Pusic, toch? Ja, Pascal Jansen. Oké. Okay. En Pusic. Van Twente is dat toch? Ja. Ja. Dat is wel een goede trainer of zo. Verschil voor trainers. Hè? Als we dan kijken wat je zegt, Jurgen Klopp. Gaat een keer, die gaat rennen, die gaat springen. Ja. Ik heb wel eens keeper Simmerhals tijdens wedstrijd. Ja. Dus en Slot is heel. Maar van Bommel is weer heel anders. Van Bommel, ja, ook van actief. Ja. Ook, ja ook. Maar hij is ook met alle randzaken bezig om het veld. Ook, maar hij was ook actief, ook eigenlijk heel sterk. Ja. Ook goed trainen. Ja. Merk je daarvan dat hij echt heel hard voetbalt met Van Bommel? Ja, ja, eigenlijk wel. Echt de top. Deed hij nog mee op training als hij een speler heeft? Rondo zit hij wel eens mee. Gebruikt hij wel eens een goede been. Ja, dat lijkt me. Ja, ik hoor wel zien dat hij gewoon kan komen. Ja, zeker. Gaat naar een mooie club binnenkort, denk ik. Ja. Engeland. Ja. Meen je? Hoorde ik. Spreek je nog veel mensen bij PSV? Of is dat gewoon echt een gesloten boek? Vrienden, ja. Nooit doe je? Ja. Ja, we hadden het over oud-trainers. Oud-trainers? Eigenlijk niet. Nee. Ik heb niet veel trainers meegemaakt dan bij onderrichting. Ik heb Van Bommel meegemaakt. En bij Jong, Dennis H. Dennis had ik nog heel soms contact mee. Van Bommel had ik ook weer meegemaakt bij het eerste. En Ruud Brood? Ruud Brood was mijn eerste jaar dat ik bij onderrichting kwam. Toen was ik 17 de training mee met het eerste, toen was hij daar. Ook een Gorkum, hè? Ja. Toen was het met de Gala. Ja, we hadden het in de jaren. Bij Willem II is Suriet zijn trainer geweest, niet Edin? Of is dat de andere? Dat nee, Edin is zijn trainer geweest. Later, Edin, want Edin heeft wel Frenkie gehouden. Ja. Edin wie? Suriet. Nee, die heeft Frenkie gehouden, maar dat leer je niet. Oké. Okay. Nee, volgende dilemma is La Liga of Premier League? Een keuze maken. Arie belt. Ik kan of naar Barca of naar Liverpool.
Goeie. Ja, dit is wel lastig. Wordt mooi weer gaan. Spanje. Ja. Ja? Spanje of regen in Engeland. Ja, dit was. Samen met Messi spelen. Of samen met Salah. Keuze snel maar. Van Dijk. Met Salah. Liverpool, hij is een Liverpool fan, ik hoor het al. Hij is een Liverpool fan. Ja, hij is een Liverpool fan dan. Goed hoor. Mooi club om te zien. Snel uit, niet normaal. Volgende dilemma. Feyenoord AZ of Ajax AZ. Oftewel, spelen in de Kuip of in de Arena. Voor mij maakt het niet echt uit, dan kies ik ook voor... Ajax AZ. Nou, niet vaak. Dat mensen de Kuip Arena. Want? Het is een mooi stadion. Ja, want eigenlijk dat we nu samen met Ajax eerst doen. En jij wil gewoon keer de top spelen. Ja, dat is fijn. Het is gewoon wel fijn. Oké. Heb je stadions waar je echt graag in speelt? Of niet? Ja. Santiago. Dat is een mooi lijstje. Zeker. Laat het mij naar binnen. Dortmund Stadion is ook een heel mooi stadion. Zeker. En over je familie in Marokko. Hoe trots zijn ze op je? Volgen ze je wedstrijden, je neefjes, je nichtjes? Is het überhaupt daar te volgen? AZ, de Eredivisie? Ja, volgens mij wel. Ja, ik krijg er wel berichten van mijn neven, neefjes en ooms. Dat is echt trots zijn dat we volgen. Mooi man. Superleuk. Volgende. Meer scheidsrechters. We zullen meer nog mee te maken hebben. Dit is een gevaarlijke vraag. Dit is een gevaarlijke vraag, want als je dat ziet dan... Nijhuis of Wissebruik? Want als je tegenkomt moet. Ja, ik vind het allebei wel goed. Slim, heel slim. Dat is ook zo. Het zijn wel de beste twee van Nederland, denk ik. Ja. Met Blom erbij. Ja. En Kuipers dan? Oh ja. Maar je bent niet een type met scheidsrechter bezig. Nou. Jawel, ik vond het wel. Ja? Te veel. Pak je een paar kaarten? Kaarten voor, ik heb een jeugd voor een dag van de ja, wat veel kaarten. En dan voornamelijk voor, door praten tegen scheidsrechters? Dat zijn onnodig. Onnodig. Ik weet dat ze bij Ajax hebben ze een tactiek dat ze met z'n allen, als ze een scheidsrechter beslissing nemen, gaan ze met z'n allen door op af. Heb je dat bij AZ doen? Ja, daar is wel eens over gesproken, ja. Dat wordt wel eens gezegd dat gewoon iedereen zich laat horen. Dat voelt scheidsrechter toch wel. Ja. Ook een mens. Ja. Dat probeer ik mijn spelers ook uit te leggen, maar dat lukt niet, hè? Ze zaten 1 op 2 en die gaan niet meer. Dat is slimme geiten. Volgende. Een heerlijke actie met assist of zelf een goal maken? Zelf een goal maken. Killer. Want, heb je een bepaald doel? Kijk, Ronaldo is ook begonnen zwingen. Nee, jij ook. Ja. Die is daarna naar het centrum gegaan. Van 15 goals naar per jaar op een gegeven moment. 30 plus. Ja, dat is niet ver dat die man deed. Dan wat zegt, heb je dat ook? Ja, uiteindelijk gaat het mij om mijn doelpunten. Dat je scoren wil staan, een goal. Dat gaat je uiteindelijk, daarmee ga je kijken hoe ver je gaat komen voetballen. Voor mij. Heb je het idee dat de clubs daar ook naar kijken? Nee. Ja, ze kijken er ook. Ja? Nee, iedereen kijkt naar ons, elke trainer. Als jij een speler moet opstellen die 15 keer scoort, of iemand die 6 assists geeft, wie is dat? Die zocht jouw punten, ja. Dat is, maar het is mooi, want hij is een winger. Hij is een buitenspeler, maar een jongen met een actie. En de formatie naar een doelpunt te maken, dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Tuurlijk heb je ook spelers zoals De Bruyne en zo, die echt alleen maar assists geven. Ja. Ja. Dat is ook anders, maar... Die spelen ook iets verder naar achteren. Ja. Ja, sorry. Kijk je ernaar? Naar spelers op jouw positie? Ja, zeker. Wat doet hij? Hoe beweegt hij? Hoe komt hij vrij? Iedereen heeft eigen kwaliteiten. Alleen
Je kijkt gewoon naar meerdere spelers en van iedereen pik je iets op. Naar wie kijk jij dan? Welke spelers? Ik kijk iedereen van Suarez. Deze maak ik echt veel naar. ja, natuurlijk Ronaldo, Messi, Mane, Salah. En dan ja, kijk je gewoon wat jij gaat kunnen gebruiken. Benzema wordt onderschat, hè? Het is moeilijk dat hij Benzema zegt. Hij zal 10 jaar plus terug. We hebben Benzema. Ja, maar gewoon vroeg. We hebben Benzema als jongen gezien. Ja. Was ook iemand van de acties en van de. Die is geen killer. Ja, man. Dat is wel, ja, voor mij persoonlijk kijk ik beter naar hem. Maar wat zou je nog willen verbeteren aan jezelf? Is het koppen? Waar je echt op traint? Koppen kan beter, ja. Ja. Met snelheid erlangs, snelheid in actie houden. Dat zijn allemaal dingen die je weten wanneer ik centrum moet spelen. Ja. Dat zijn gewoon dingen die ik kan ontwikkelen ben. Afwerken kan ik beter natuurlijk. Had je daar extra oefeningen bij? Ja, na training meestal dan sta ik daar met Pascal Jansen. Ja. Zijn training. En soms daarom doet soms mij Oesie, Kelvin. Ja, oké. Okay. Ja. Dus we zijn wel een vast. Ja, we hebben een goed team. We hebben een goed team met eigenlijk iedereen goed met elkaar. De vibe is goed. Hmm. Hoe belangrijk zijn die routiniers, Vlaar en Klaasje en zo? Nemen die jonkies ook bij de hand? Of? Ja, heel belangrijk. Ze hebben ook ervaring, ze hebben ook verhalen. Ja. Ze hebben eindtoernooi gespeeld. Ja, natuurlijk hebben we WK's gespeeld. Ja. Ze hebben tegen Messi gespeeld. Ja. Vlaar, heb je het uitgeschakeld of iets anders vinden? Heeft hij daar wel eens over? Ja, dat wel eens gezegd. Ja. Ja, hij heeft gelijk. Waarom de Tony heeft het nooit, hè? Ja. Dat weet hij niet. Dat moet je maar vragen. Dat niet maar vragen. Ja, Luca Tony. Dat was zijn debuutwedstrijd. Dat niet zelf. Waarom vragen? 3-1 voor Italië. Drie keer Tony. Dat is vragen. Ja. Ik zal dat vragen. Nee. Hé, Zaka. Volgende dilemma. Ibiza of Dubai? Dubai. Ja? Waarom? Dubai, ja. Hoe vaak zijn we in Dubai geweest? Zo vaak. Vaak voor ons meest bezochte plek. Ja. Gewoon fijn, je wordt er weer rust gelaten, je wordt niet aangekeken. Okay. Alles is schoon. Ja, je bent niks weg. Het is een mooi land. Lekker weertje. Relaxed. Ja, ik heb een familie zitten, dus okay. Gezellig. Wat doe je? Dan kun je voetbal niet. Wat doe je dan? Als je in... Dan kun je voetbal niet. Gewoon je vrije tijd hebt, ontspannen, wat doe je dan? Zoveel mogelijk met familie zijn eigenlijk. Soms ook wel eens met vrienden. En, vooral echt thuis van de familie, de bank. Netflix? Netflix staat aan. Ja, welke serie? Ja, ik heb het La Casa de Papel afgekeken. Ja. Is niet jouw serie, hè, jongens? Mijn ook niet, man. Nee? Ik heb hem wel gekeken, hè? Top serie, hè? Ja? Okay. Heb je Prison Break, man? Ik wil gaan zeggen. Toen kijk alleen Prison Break. Ja. Had hem al 4 keer gezien. Als ik met voetbal bezig ben, ik wil wat bedenken dat ik Prison Break. Ja? Schofield. Ja. Dat vind ik jou. Misschien moet je naar de professor kijken van elkaar. Ik heb La Casa ook gekeken, seizoen 1. Het is een prima serie. Ja, maar niet het beste. Ik had ook nog een aantal dilemma's voor je. Ja. Studio voetbal op zondag of VE op maandagavond? VE denk ik wel. Toch wel? Ja. Gorkum of Alkmaar? Gorkum. Ja, dan had nog een. Goed zo, Gorkum. Dat is het. Oké. Dat is de muziek. Nou, dan kan nog eentje. Barbecue met de familie of een tagine schotel van je moeder? Tagine schotel. Beste. Ja, toch wel. Er stond er nog één bij. Of niet? Ik heb er wel. Luister je wat voor muziek? Hip-hop? Rustige muziek? Lijpen. Lijpen, zeker Lijpen is voor mij nummer 1. Ja? Ja, nee, ik luister Lijpen, Broederliefde, Brenna. Gewoon. Marokkaans muziek? Ook. Chep Khalid? Chep Khalid ook, zeker. Het is geen Marokkaans, toch? Nee, het is geen Marokkaans.
Algemeen. Ja, dat moet hetzelfde. Ja? Ja. Het is allemaal hetzelfde. Nee, dat is. Dus je lijkt het gewoon net moderne hip-hop. Ja, precies, gewoon de meeste Nederlands. En heel oldschool hip-hop. Ja, ja. Ja, dat is wat anders, Hans. Ja, ik luister, je weet wat ik luister. Een man. Eminem. Hey, wat als de KNVB de beslissing maakt, Ajax wordt kampioen. Dat kan. Wat vind je daarvan? Of niet echt kampioen, maar wat doen ze dan? De Champions League, toch? Ja. Ja. Het zou voor jullie extra zuur zijn, ook omdat jullie 6 punten hebben pakken. Ja, precies. Zoals je zegt, we hebben 2 keer van ze gewonnen. Ja. We hebben wedstrijden, punten laten liggen die we moesten, we konden winnen. Sparta? Je hebt even een moeilijke periode gehad, hè? Sparta, ja. Sparta kwam dan vroeg op de rode kaart. We hebben 2 stonden voor, laatste kwartier, dus dan gaan we 3 goals hebben. Ja. En uiteindelijk ga je dan daarna kijken, maar... Ja, uiteindelijk is het doelsaldo van het verschil tussen ons en Ajax. Ja. En waar vind je daarvan? Want in andere landen kijk je onder de resultaat. Ja, voor ons, voor nu zou ik zeggen, onderling is het resultaat beter. Maar ja, als wij met doelsaldo voor zouden staan, zou ik zeggen dat het beter is. Wereld 2 gaat dan ook geen Europees voetbal, dat gaat dan naar Utrecht. Als je kijkt naar die laatste 5 jaar of zo gemiddeld. Ja. Ja. Terwijl Wereld 2 ook echt een goed seizoen heeft. Nu. Utrecht staat ook in de beker nou. Ja, daarom. Dus corona is voor niemand goed. Nee. Hey, en in die periode dat het moeilijk gaat bij AZ, dat de resultaten minder zijn, heb je dan aan de trainer dat hij meer druk op zich heeft of blijft hij juist heel rustig? Ik denk dat de trainer echt rustig was gebleven en ons je merkt eigenlijk elkaar niet. Hield. Ja. En ons zo goed mogelijk voorbereiden. En dat, ja, dat werkt echt goed. Ja, hij raakt niet in paniek op. Dat stel je elkaar niet op. Ook niet als we echt slecht als je als trainer rust blijft. Ben je al bij zijn deur geweest? Trainer, nee, oké. We hebben gesprekken gevoerd. En we hebben een goede plan staan. Ik ben natuurlijk nieuw, ik moest wennen aan de omgeving. En ik heb. Of wachten ze tot een van de 3 concurrenten gaan maken? Natuurlijk speelt ook een rol. We hebben, zoals gezegd, 3 spelers voor met die gewoon echt goed presteren. Eentje is international voor Marokko, 2 van Nederlands elftal. Voor mij is het alleen maar goed om met hen te werken. En beter te worden en zelf klaar te stomen voor als ik de kans krijg dat ik hem nog wel ga. Hey, hoe was het om bij ADO te spelen in de thuiswedstrijden? In het stadion van ADO? In het begin, toen we dat hoorden, want ik kwam net nieuw en toegebeurd. Dus ik had niet gespeeld in het stadion van AZ. Dat was wel baal, alleen we hadden daar een hele goede reeks neergezet en we werden goed ontvangen. Het voelde alsof we thuis speelden. Okay. Natuurlijk is het anders, kunstgras, maar ja. We werden... Kunstgras of gras? Gras. Ja? Ja. Een nieuwe generatie toch gras? Ja, zeker gras. Ja, maar die matten in de Eredivisie liggen allemaal... Ja, niet allemaal, maar gras is toch wel je zo voetbal. Volgens mij zijn... Het zijn voetenwerken. Ja, maar je hebt kunstgeschoten zijn Venlo en Zwolle. Heracles. Ja, Heracles. Sparta. Natuurlijk als je gaat kijken naar een echt grasveld of een nieuwe goede kunstgras, ja dan. Maar trainen jullie ook eens op kunstgras? Gewoon om eraan te wennen? We hebben zo'n hal die ook bij heeft. Ja. En bijvoorbeeld als we een wedstrijd hebben tegen Heracles of Sparta. Ja, dan trainen we de dag ervoor of 2 dagen ervoor ook binnen. Ja, nou, ja. Ja. En Slot wordt genoemd als mogelijk opvolger van Ten Haag. Nu zou het misschien wel minder zijn. Denk je dat hij daar klaar voor is? Dat hij klaar voor is? Of dat hij een juiste persoon daarvoor is? Klaar voor zou zijn, denk ik zeker wel. Maar ik ben er niet mee bezig. Nee. Ik ben ook niet zo. Het is allemaal politiek, dan is er meer mogelijk mee bezig zijn. Ja, maar hij werkt wel elke dag met. Ja, of hij klaar voor is, denk ik wel. Maar ik ben er niet mee bezig. Nee, helemaal niet. Maar nou, als je kijkt naar AZ, je kijkt naar het ranglijst, je kijkt naar het voetbal, waar ga je beoordelen? Tuurlijk is het er klaar voor. Als jij Den Haag neemt die van Utrecht komt, dan is het ook niet verder dan Den Haag in die tijd. Ja. Den Haag heeft het nu wel bewezen vorig jaar met Champions League. Maar als je ze vergelijkt in het begin. Ja. Hey, en aanstaande donderdag start de Ramadan. Ja. Dat is nu heel anders voor jou om je voetbal niet en wordt het iets
Makkelijker of hoe richt jij dat in? Ja, destijds, dus vorig jaar heb ik het gedaan. Elke dag een trainen in de ochtend, een middag of één keer per dag. Hmm. En dat was natuurlijk wel zwaarder dan normaal. Ja. Alleen mij motiveert het en ik twijfel er ook niet aan. Maar nu train ik ook in de ochtend eigenlijk. Ja. Nu ga ik wel een beetje afstemmen met de trainer alleen. Ja. Het verschilt niet, denk ik niet heel veel. Van Bommel was daar wel fijn, denk ik. Nou, ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk gewoon trainingsdagen en alles konden we gewoon vast zonder enig probleem. Alleen de wedstrijd dat ik mijn debuut maakte bij PSV tegen AZ, was dat wel een ding. Was dat in de periode van de Ramadan? Ja, dat was in de Ramadan. Okay. Dat was bijna eind van het seizoen. Hoe ziet de werkweek bij AZ eruit, gewoon voor de corona? Hoe vaak trainen jullie? Ja, ligt aan Europa League zonder Europa League. Zonder Europa League? Europa. Trainen jullie iedere dag? Ja, heb je één dag in de week vrij of twee, ligt aan de week. En voor mijn geval, dat was het. Als we bijvoorbeeld op zondag speelden. Ja. En ik maakte genoeg minuten, dan deed ik maandag. Zij dat de jong maandag speelde, deed ik maandag niet mee. Als ik weinig minuten of geen minuut had gemaakt, deed ik dan jong mee voor de minuten, voor de ritme. En daar ben ik wel blij mee, dat ik ook dat kan doen. Ja. En dan ja, eigenlijk is het gewoon elke dag twee keer trainen, soms één keer. Lange dagen op de club? Ja, als je twee keer traint, ben je denk ik max 4 uur klaar. Train je één keer, ben je best nog vroeg klaar, 1 uur of zo. Ja. Zijn. En dan? Nachtwalking? Nee, ik heb een woning nu in Amsterdam. Oké. Okay. Ik woon nog mezelf nu. Oké. Okay. Amsterdam? In Amsterdam, ja. Dat is een drukke stad, hè? Ja, het is een drukke stad. Bepaalde plekken, maar gewoon wel rustig. En nu focus op voetbal. Ja, en focus op voetbal. Ja, nee, dat zijn mooie dingen. Nee, dat is een keer, ja. Als jij de goalkomst in je jeugd, je kijkt tegen je op. Naar prof, AZ, gaat. Ik denk dat jij een gast ver komen. Ja, kwaliteiten. Of je nou voor Marokko kiest of voor Nederland. Weet je niet, maar ik denk dat je dat in je hebt. Wat zei je tegen een jonge voetballer die op 5-jarige leeftijd begint bij GES, bij Unitas, bij SW? Wat zou je tegen zo'n jongen willen meegeven? Met ervaring, zo lang mogelijk de plezier erin vinden. Op een gegeven moment kom je op een periode, op een leeftijd dat er, hij ligt aan een hoger voetbal ook. Natuurlijk altijd nog plezier in het voetbal, maar ander soort plezier dan dat je bijvoorbeeld in de F5 en F1 had. Dus je dat zo lang mogelijk probeert vast te houden. Met plezier kom je, ga je toch beter presteren. Dus zo lang mogelijk plezier erin houden, wees eerlijk naar jezelf, luister naar de coaching, luister naar mensen die het beste voor je hebben. En natuurlijk ook, ja, wat iedereen zegt, goed rusten, goed eten. Extra investeren, voetbal ja, extra naar de voetbalschool gaan. Voetbalscholen gaan, zeker. Mm. Dat heeft mij ook geholpen. Ja. En ja, dat eigenlijk. Mooi man, ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is. Zeker, zeker. Zeker een mooie afsluiter. Ja, wat zal ik er meegeven? Ja, ik heb al een beetje gezegd. Het is een mooie voetbal om naar te kijken, sierlijk te spelen. Dus ik hoop dat die mijn woorden gaan waarmaken, dat ik niet straks. Of die iemand tegenkomt van, wat speelt hij nu? Nee, maar ik geloof de heilige. Nee jongens, ja, wat ik ook wil zeggen, ik denk dat deze moeilijke tijd van corona, van thuisblijven met elkaar zit. Ik heb een paar berichten gekregen, hoe ver zitten jullie van elkaar? Nou, sowieso aan de regels, 1,5 meter. Ja, wat ik mij... kijkers, luisteraars, wil meegeven is van, alsjeblieft, hou je daaraan. Blijf vooral de regels volgen. Doe geen gekke dingen, geen gekke feesten, of wat dan ook. Daar hoor je wel eens geluiden erover. Dus zorg dat je gewoon aan de regels houdt. En dat we heel snel van zulke prachtige voetballers mogen gaan genieten. Nou, ja. Dus vandaag de uitzending komt vanavond om aan. Alles 7, weet op Facebook, kunnen we
Leiden, Chiesa, Turia, Leiden, nu speel je, ziet dat prachtig, AZ shirt. Gewoon misschien proberen wat te regelen. En wij hopen volgende week jullie weer terug te zien. Ja, super bedankt. Alsjeblieft.